Ja, bedankt voor de uitnodiging. En ik vind het ook erg prettig om over Henk Sneevliet te spreken. Toch een van de meest iconische figuren van het Nederlands socialisme. Iemand die er een talent voor had om zich altijd in de moeilijkheden te werken. En die op die manier eigenlijk ook een heleboel van de kenmerkende aspecten van het revolutionaire socialisme in de eerste helft van de 20e eeuw in levende lijf heeft meegemaakt. Hè. Geboren in 1883, in 1942, samen met een groep kameraden door de nazi-bezetter geëxecuteerd. Hij was een revolutionair vakbondsman tijdens de spoorwegstaking van 1903. Nog maar zo 24 oud werd hij verkozen als gemeenteraadslid voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hij vertrok in 1913 naar wat toen Nederlands-Indië was. Hij speelde daar een belangrijke rol in de geboorte van de socialistische beweging in Indonesië. En in het oprichten van de organisatie die in 1920 de eerste communistische partij van Azië werd. De Partij Communist Indonesia, oftewel PKI. En de PKI zou natuurlijk een belangrijke rol spelen in de Indonesische vrijheidsstrijd. Sneevliet zelf werd in 1918 door de Nederlandse koloniale macht Nederlands-Indië uitgezet. Werd lid van de in de tussentijd opgerichte Nederlandse Communistische Partij. En was in die jaren vertegenwoordiger van de Communistische Internationale. Het Internationale Verband van Communistische Partijen. En in die hoedanigheid was hij onder andere aanwezig bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij. Op de website van het IISG zijn een aantal documenten uit het leven van Sneevliet beschikbaar gemaakt, waaronder aantekeningen die hij maakte van bijeenkomsten van Chinese communisten met hem in die tijd. En op een van die velletjes staan aantekeningen van een korte toespraak van een zekere Mao, waar Sneevliet nog niet van door had wat voor carrière die zou doormaken. In de late jaren 20 keerde Sneevliet zich tegen het Stalinisme, werd hij een bondgenoot van Trotsky. En gedurende de jaren 30 was hij toch wel de belangrijkste leider bij uitstek van de in 1929 opgerichte Revolutionair Socialistische Partij. Nou, dat is een naam als een programma, dus duidelijk waar dat voor staat. Na een fusie met radicale socialisten die zich afgesplitst hadden van de SDAP, heette die partij sinds 1935 de Revolutionaire Socialistische Arbeiderspartij. Ja, van 1933 tot 1937 had hij ook nog tijd om parlementariër te zijn voor deze partij. Hij was gekozen met de leus Kies Sneevliet van de cel in de Kamer. Omdat hij vast zat, omdat hij zich weer eens in de problemen had gewerkt. Hij namelijk wegens opruiing, omdat hij een manifest had geschreven waarin hij partij had gekozen voor het muitende marinepersoneel van het schip De Zeven Provinciën. En wat vooral stak was dat hij De Zeven Provinciën de Nederlandse Potemkin had genoemd. En dat werd inderdaad wel opgevat als opruiing inderdaad. Toegewijde antifascisten speelden Sneevliet en zijn partij ook een belangrijke rol in de solidariteit met Duitse politieke vluchtelingen en in de steun aan de Spaanse Republiek in de strijd tegen Franco. Sneevliet bezocht ook Spanje in die tijd. Hij had vooral banden met de revolutionair marxistische Spaanse partij de PUM. Hij ging snel ondergronds nadat de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen. Het verhaal gaat dat hij op het moment van de inval in België was en dat de partij eigenlijk besloten had dat in het geval van een Duitse inval Sneevliet het land moest verlaten. Omdat hij natuurlijk een bekend gezicht was en waarschijnlijk wel op de lijst van personen stond die de Duitsers meteen wilden arresteren. Blijkbaar heeft hij dat partijbesluit gewoon genegeerd en is hij teruggegaan naar Nederland om zich opnieuw in de problemen te kunnen werken. Ook uit een zeker gevoel van verantwoordelijkheid. Jegens wat hij toch echt beschouwde als zijn kameraden en zijn partij. Een kern van Sneevliet's partij
ging ondergronds, organiseerde het Marx-Lenin-Luxemburg Front. Dat is weer zo'n naam die een heel programma uitdrukt. Zij zagen de Tweede Wereldoorlog als in wezen vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog, dus een oorlog tussen imperialistische blokken. En de taak van socialisten was om revolutionair verzet te organiseren tegen die oorlog, net zoals Lenin en Luxemburg dat gedaan hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na verraad werden Sneevliet en andere leiders van het front opgepakt en zoals gezegd in 1942 door de nazi's geëxecuteerd op 13 april. Nog elk jaar worden zij herdacht door het Henk Sneevliet comité. Nou, dat is natuurlijk een leven waar je eindeloos over kunt vertellen. Sneevliet zelf was in de eerste plaats een politiek leider en een organisatiepersoon. Hij was geen groot theoreticus, hij schreef geen lange boeken of lange artikelen. Maar op de manier waar hij altijd betrokken was bij die strijd, daar zat natuurlijk wel een bepaald gedachtegoed achter, dat ook heel consistent was eigenlijk. En een van de constante thema's in heel de politieke carrière en het leven van Henk Sneevliet sinds hij naar Nederlands-Indië vertrok, was de strijd tegen het kolonialisme. Dus dat is één facet van zijn leven dat de moeite waard is om eruit te lichten. Omdat het iets is dat Sneevliet en zijn beweging als geheel kenmerkte. Maar ook omdat het gebaseerd was op een bepaalde interpretatie van Marxisme en van socialisme. En wat dat eigenlijk zou moeten betekenen. Die nog steeds relevant is. Ik hoop dat duidelijk te maken. Op het moment dat Sneevliet vertrok naar wat toen Nederlands-Indië heette, had hij nog niet veel besef van wat Nederlands kolonialisme in de praktijk nou eigenlijk inhield voor de slachtoffers ervan. Hij schreef later: wie hier, dus in Indonesië, rondkijkt, wie zijn geweten niet tot zwijgen brengt, die moet zich diep schamen voor wat de westerlingen in dit land hebben aangericht. Ik had als socialist wel het karakter leren kennen van de koloniale politiek, maar dit was slechts theoretische kennis. Wie hier woont en werkt, kan veel beter oordelen over de smerigheid en de hypocrisie van de koloniale politiek die het Westen bedrijft. En zo iemand moet wel de haat tegenover de mensverlagende kapitalistische productiewijze voelen groeien in zijn hart. Toen hij eens een keer terecht stond wegens zogenaamde haatzaaierij, verklaarde Sneevliet ook dat haat tegenover onderdrukking ook een positieve kracht kon zijn in de geschiedenis. Dat is ook wel een typerende uitspraak voor een vaak ook intens emotioneel gevoelde betrokkenheid bij het socialisme en de strijd tegen onderdrukking. Sneevliet kwam in een interessante periode aan in Indonesië, omdat dit eigenlijk de periode is dat er een Indonesische nationale beweging aan ontstaan is. En bijvoorbeeld het woord Indonesië als naam voor het land begon toen eigenlijk zijn eerste stapjes te doen. Je kunt zeggen dat Indonesië als natie niet bestond tot de jaren 20. En in de tijd dat Sneevliet dus zelf in de kolonie was, was er bijvoorbeeld ook nog twijfel over hoe die nieuwe natie zou moeten heten. Er werd ook wel gesproken over Java of over Indië. Maar Sneevliet die kwam aan in dat gekoloniseerde gebied en die vestigde zich in Semarang. Dat was een stad van opkomende industrie en een groeiende plaatselijke arbeidersklasse. Dus dat was ook een van de eerste plekken in de kolonie waarin het kapitalisme doordrong en er een min of meer moderne arbeidersklasse, dus mensen die moeten werken voor een loon om in hun levensonderhoud te voorzien, vorm kreeg. Daar raakte Sneevliet ook al snel bij betrokken.
Volgens Sneevliet was het kolonialisme een direct gevolg van het kapitalisme. De ontwikkeling van het kapitalisme dwingt tot een voortdurende groei van afzetmarkten en zoekt voortdurend naar nieuwe investeringsmogelijkheden. De Europese koloniale politiek, zo betoogde Sneevliet, was de manier waarop Europese mogendheden met militair geweld nieuwe markten en nieuwe investeringsmogelijkheden probeerden open te breken en vervolgens te controleren. Daarnaast bood het kolonialisme, volgens Sneevliet, westerse kapitalisten een manier om de sociale strijd in het koloniale moederland te dempen door het maken van wat volgens Sneevliet valse beloftes waren over het voordeel dat Europese arbeiders zouden hebben bij de koloniale uitbuiting elders. Dus de Europese machthebbers die beloofden Europese arbeiders een beter leven en dat zou dan moeten betaald moeten worden door het uitbuiten van de koloniën. In zijn analyse van kolonialisme en de manier waarop dit eigenlijk automatisch voortkwam uit de groei van het kapitalisme, sloot hij aan bij de socialist Karol Kautsky, een van de leidende figuren in de socialistische beweging in die tijd. Maar ook bij het werk van Rosa Luxemburg, waar de afgelopen dag ook al over gesproken is. Dus Sneevliet herkende kolonialisme dus als deel van de internationale kapitalistische economie. Gekoloniseerde landen werden door Europese machten uitgebuit en geplunderd en de gekoloniseerde bevolking leverde goedkope arbeidskrachten. Hun landen werden dus een bron van goedkope grondstoffen en van goedkope arbeidskracht. Sneevliet vatte dit zo samen. Ik weet dat de ellende van de kapitalistische uitbuiting wordt verergerd door het koloniale karakter van die uitbuiting. Mijn internationalisme betekent dat ik zo spoedig mogelijk de vrijheid, de zelfstandigheid van de onderworpen bevolking wil. Ik weet echter ook dat die nationale zelfstandigheid slechts het product kan zijn van de sterke organisatie van de twee grote groepen die hier gewicht in de schaal leggen, de boeren en de arbeidersklasse. Bedenk, hij was in Nederlands-Indië een land, een gebied dat in die tijd nog grotendeels agrarisch was, waar dus veel mensen als kleine boeren de kost moesten verdienen. Het was voor Sneevliet, dus het kapitalisme zelf, dat de gekoloniseerde gebieden arm en zogenaamd onderontwikkeld hield. En de strijd voor nationale zelfbeschikking was verbonden met de strijd van onderop, de sociale strijd van arbeiders en boeren, van de werkende mensen. Een onafhankelijkheid, een nationale onafhankelijkheid, die slechts de macht zou verplaatsen van een groep van westerse kapitalisten naar een groep van Indonesische kapitalisten bijvoorbeeld, dat was geen echte onafhankelijkheid. Dat was geen bevrijding van die werkende massa. In 1917 werd Sneevliet door de koloniale autoriteiten beschuldigd van haatzaaierij, omdat hij in een artikel over de Russische revolutie deze ten voorbeeld had gesteld aan de Indonesische bevolking. In dat artikel, met de titel Zegepraal, schreef Sneevliet: dringen de tonen van de vreugdeklokken van de revolutie ook tot de steden en de dessa's, dus de dorpsgemeenschappen, van deze landen door. Hier leeft een volk, brengt rijkdommen voort, die al 30 eeuwen wegvloeien naar de brandkasten van de heerser in West-Europa. Hier leeft en duldt en leidt en draagt een miljoenenvolk al eeuwenlang. En sedert Dipo Negro was er geen voorman die de massa's in actie bracht om eigen land, om het eigen lot in handen te nemen. Dat is een verwijzing naar een leider van de antikoloniale opstand in Nederlands-Indië. En dan gaat Sneevliet verder. Volk van Java, de Russische revolutie houdt ook lessen in voor u. Nou, daarmee ging hij natuurlijk helemaal de rode lijn over. En hij werd dus aangeklaagd wegens haatzaaierij. Hij verdedigde zichzelf in een urenlange toespraak waarin hij enerzijds uitlegde wat voor hem zijn socialisme betekende
En hij betoogt daarin dat hij zich helemaal niet schuldig maakte aan haatzaaierij. Het enige wat hij gedaan had, was de situatie beschrijven zoals die nou eenmaal is. En als dat tot onheil leidde, dan betekent dat dus dat die situatie fout is. Hij legt daar ook in dat hij een revolutionair sociaaldemocraat is. De woorden socialist, sociaaldemocraat, die waren toen nog niet twee verschillende stromingen. Maar hij legt ook uit, dankjewel, dat dit niet betekent dat hij van plan is om lukraak aanslagen te gaan organiseren of geweld te gaan plegen. Hij beroept zich op Marx en hij legt uit van er zijn bepaalde sociale tegenstellingen in Nederlands-Indië, de tegenstellingen tussen de gekoloniseerde en de koloniale machthebbers en de tegenstellingen tussen kapitalisten en arbeiders. En die leiden tot sociale omwentelingen. Die toespraak die werd als een boek, het is een urenlange toespraak. En het grootste deel van de tekst van dit boek is gewoon een reproductie van die toespraak. Werd uitgegeven ook in de kolonie onder de titel Het proces Snevellied. En dat vond gretig aftrek. De latere Indonesische president, de nationalistische leider Sukarno, heeft dus een keer tegen een westerse journalist gezegd: als u echt wil begrijpen wat mij motiveerde in mijn jonge jaren, moet u het proces Snevellied lezen. Het is belangrijk om te beseffen dat niet iedereen in de socialistische beweging van Nederland en in Europa in die tijd het radicale, principiële anticolonialisme van Snevellied deelde. De Tweede Internationale, dus het samenwerkingsverband van socialistische partijen van voor de Eerste Wereldoorlog, had altijd de burgerlijke koloniale politiek veroordeeld. Het is geen toeval. Dat was inderdaad wel een applausje waard. Maar dat hier altijd sprake was van de burgerlijke koloniale politiek, was ook geen toeval. Door het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord burgerlijk werd impliciet de mogelijkheid opengelaten dat er een ander soort koloniale politiek mogelijk was. Er was namelijk een aanzienlijke minderheidsstroming in de socialistische beweging in de vroege 20e eeuw die voorstander was van een zogenaamde positieve of socialistische koloniale politiek. Deze rechtervleugel van de beweging was van mening dat kolonialisme een positieve rol kon spelen. Kolonialisme betekende immers dat kapitalisme zich verder uitbreidde, meer productief werd en daarmee de basis legde voor een hogere, tussen aanhalingstekens, samenlevingsvorm. Oftewel, het westerse kapitaal brengt vooruitgang. Enkele van de voorstanders van een dergelijke politiek beriepen zich daarvoor ook op Marx. Had Marx niet in 1867 in het voorwoord bij Het Kapitaal geschreven: het industrieel meer ontwikkelde land toont het minder ontwikkelde land slechts het beeld van zijn eigen toekomst. Als elk land dezelfde ontwikkeling moet doorlopen, is het dan niet progressief om zo snel en zo wijd mogelijk overal het kapitalisme te introduceren, ook in gebieden die nog niet kapitalistisch waren, zoals het grootste deel van Nederlands-Indië. Als socialisme het eindresultaat is van de ontwikkeling van het kapitalisme, is het dan niet progressief omdat kapitalisme zich zo snel mogelijk te laten ontwikkelen, ook al is dat met behulp van koloniale grondstoffen. Een prominente woordvoerder van een zogenaamde socialistische koloniale politiek was de Nederlander Henry van Kool. Van Kool, een van de 12 oprichters van de SDAP, was ook eigenaar van een koffieplantage op Java. Gedurende lange tijd trouwens samen met Dommela Nieuwenhuizen. Van Kool was van mening dat kolonialisme een beschavende, progressieve rol kon spelen. Op het congres van de Tweede Internationale in Amsterdam in 1904 vroeg Van Kool retorisch of het wel verantwoord was om de helft van de wereldbol over te laten aan de willekeur van volkeren die zich nog in het stadium van kinderlijkheid bevinden, die enorme bodemschatten onberoerd en de meest vruchtbare delen van de wereld onbewerkt laten. Moesten wij, tussen aanhalingstekens, niet ingrijpen in het belang van de gehele mensheid om deze producten productief te maken.
In de Tweede Internationale waren dit soort ideeën nog een minderheid. De formulering van het afkeuren van de burgerlijke koloniale politiek was een soort compromis om die minderheid binnenboord te houden. Na de splitsing tussen sociaaldemocraten enerzijds en revolutionaire socialisten of communisten anderzijds werden pro-koloniale opvattingen echter meer dominant in de sociaaldemocratische partijen. In 1918 steunde de Duitse SPD voor de oorlog de trots van de socialistische beweging een motie van het nieuwe Duitse parlement waarin namens het Duitse volk de Duitse koloniën geclaimd werden. Tegen de geallieerden in die die koloniën hadden ingepikt. In de Nederlandse sociaaldemocratie werd vrijheid voor de koloniën iets dat pas in de toekomst mogelijk zou zijn. In 1921 sprak bijvoorbeeld de sociaaldemocraat Sannes in het parlement over meer vrijheid voor degenen die daarvoor rijp zijn. Ik erken, zo vervolgde Sannes, rijp is die vrucht op het ogenblik niet. Wanneer wij ons thans, zoals door sommigen wordt gewenst, waaronder Snevellied en de communisten, zouden terugtrekken uit Indië, zou ik dat weinig minder dan een misdaad achten. Ons terugtrekken zou of betekenen een bezetten van Indië door een ander, of het zou betekenen de economische en politieke chaos, wellicht een tirannie, want de krachten voor volledig zelfbestuur die vereist zijn, zijn op het moment nog niet in voldoende mate aanwezig. En dan komt de clou. Het is onze plicht te zorgen voor de stoffelijke en geestelijke verheffing van de Indische bevolking. Dus dit is een klassieke formulering van de white man's burden natuurlijk. Maar dat Nederlandse kolonialisme was natuurlijk geen liefdadigheidsproject ter verheffing van de lokale bevolking. Het was een project van uitbuiting. In een artikel direct gepubliceerd na de Tweede Wereldoorlog schatte de sociaaldemocratische econoom Jan Tinbergen dat 13,7% van het Nederlandse bruto nationaal product uit Nederlands-Indië afkomstig was. Er zijn een heleboel vraagtekens te zetten bij dat precieze percentage, maar het is duidelijk dat er enorme economische belangen bij gemoeid waren. Ook in cultureel opzicht hield het Nederlandse kolonialisme de bevolking trouwens gevangen. In 1930 kon minder dan 7,5% van de volwassen bevolking in Nederlands-Indië lezen en schrijven. Vergelijk dat met het buurland de Filipijnen, waarin onder Amerikaans kolonialisme rond die tijd ongeveer een kwart van de bevolking Engels beheerste. Dus het Nederlandse kolonialisme, dat was zoals elke vorm van kolonialisme een project van uitbuiting en onderdrukking. Maar zelfs vergeleken met andere vormen van kolonialisme was het gewoon buitengewoon primitief. Politieke rechten had de Indische bevolking nauwelijks. Toen Anton Mussert, de leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging, in 1935 de kolonie bezocht, werd hij met open armen onthaald door de gouverneur-generaal De Jonge. De NSB genoot veel steun onder de Nederlandse kolonialen. En Mussert verklaarde bij deze gelegenheid ook dat als zijn beweging aan de macht zou komen, er eigenlijk weinig zou veranderen in de kolonie. Want, zo zei Mussert, het politieke systeem al daar was in wezen al fascistisch. Dus het essentiële verschil tussen het sociaal-democratische paternalisme van wij, de Nederlandse machthebbers, moeten de lokale bevolking opvoeden, en het marxistische anticolonialisme van iemand als Snevellied is dat voor de eerste groep de kapitalistische en koloniale staat de brenger was van beschaving en vooruitgang. En hun voorstellen waren op gericht om de staat beter te laten functioneren. En verzet tegen die staat zagen zij dus als contraproductief. Toen in 1926-1927 een voornamelijk door Indonesische communistische leiders georganiseerde opstand uitbrak in de kolonie, werd het onderdrukken daarvan dan ook goedgekeurd door de SDAP. Voor marxisten als Snevellied was het echter juist de strijd van onderop, van de werkende massa's, die de voorwaarden schept voor vooruitgang in de zin van materiële verbetering en politieke vrijheid.
Sneevliet legde altijd de nadruk op wat hij noemde organisatie. Het bewust aaneensluiten van mensen in het streven naar een gezamenlijk doel. Op deze wijze konden mensen zich bewust worden van hun eigen lange termijn belangen en ook de vaardigheden opdoen om hier effectief voor te strijden. Impliciet in deze opvatting is dus ook de notie aanwezig dat niet alle samenlevingen zich op dezelfde manier zullen ontwikkelen. En dus ook dat het kapitalisme niet overal op de wereld dezelfde vorm aan zal nemen. Het industrieel meer ontwikkelde land toont het minder ontwikkelde land niet slechts het beeld van zijn eigen toekomst. De sociale strijd van onderop is zelf een factor in hoe deze toekomst eruit zal zien. Niet overal zal het kapitalisme zich op dezelfde manier ontwikkelen. En aanknopend bij enkele korte teksten van de oude Marx betoogde Sneevliet ook dat overblijfselen van het pre-kapitalistische verleden, zoals het gemeenschappelijke bezit van grond in Indonesische dorpsgemeenschappen, onder bepaalde omstandigheden een springplank kon bieden naar een niet-kapitalistische, socialistische toekomst. En dat is een idee dat denk ik nu nog steeds relevant is als we bijvoorbeeld nadenken over de positie van indigenous peoples of over de rol van zogenaamde kapitalistische ontwikkeling in zogenaamd achtergebleven landen. Wat betreft de kolonie was voor Sneevliet de strijd voor sociale rechten en politieke vrijheid dus met elkaar verbonden. Zonder sociale rechten was die vrijheid eigenlijk betekenisloos. Maar zonder politieke vrijheid was het ook veel moeilijker om te strijden voor die sociale rechten. Dus het is ook een klassiek marxistisch idee dat de sociale strijd en de politieke strijd met elkaar verbonden moesten worden. Daarvoor was voor Sneevliet ook geen compromis in mogelijk. Hij bleef zijn hele leven lang toegewijd, radicaal, anticoloniaal. Een van de redenen waarom hij bijvoorbeeld zijn relatie met de bekende socialistische dichter Henriette Roland Holst afkoelde, was omdat Holst in de late jaren 20 steeds meer neigde naar pacifistische opvattingen en bijvoorbeeld de opstand van 1926-1927 in Nederlands-Indië niet echt goedkeurde. Terwijl Sneevliet vond dat je daar gewoon vierkant achter moest staan. Het was ook de bron van weer een ander conflict met de communistische partij. De communistische partij in Nederland had de leus Indië los van Holland omarmd. Dat was een leus die afkomstig was uit Nederlands-Indië, die oorspronkelijk geïntroduceerd was door een partij van Indo's. Maar dat was ook een leus die ze in de late jaren 30 even in de ijskast zette in het kader van de volksgrondpolitiek, dus de politiek van het sluiten van bondgenootschappen met de meer democratische delen van de burgerij in de strijd tegen het fascisme. Want om in die omstandigheden op te roepen tot zelfstandigheid voor de koloniën, dat zou dat bondgenootschap maar saboteren. Dat soort toegevingen aan het kolonialisme waren voor Sneevliet altijd onacceptabel. En ik denk dat is de laatste grote les die we uit zijn leven kunnen leren, is dat socialistische politiek, dat gaat niet om het schipperen in allianties en het sluiten van bondgenootschappen met delen van zogenaamd meer vooruitstrevende groepen in de burgerij. Socialistische politiek zou eerst en vooral onvoorwaardelijke solidariteit met de strijd van de onderdrukte en de uitgebuitenden moeten zijn. Dat was het leidmotief van Sneevliet zijn leven. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En ik denk dat wij dat voort moeten zetten.